Hallo. Hoi. Hallo. Heren. Je hebt nou tijd, hoor. Gisteren 7, maar het zijn er dus inmiddels... Ik ga ervan maken een kleine 800. Ja. Heel fijn. Ja, dat is toch wel eens de waarheid. Ja. Ja, het is niet alweer. Ik heb een leven van de heren. Dames en heren, hartelijk welkom. Er gaan veel kippen in een kippenhok. Maar we zitten knus bij elkaar om een belangrijk onderwerp vanavond te bespreken. Wie zijn wij? Hier is een vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur van Bredevoorts Belang, aangevuld met een bestuurslid. De Bredevoortse middenstand is aanwezig, de BREM. En de Meerding van het CDA, raadslid, heeft ook gevraagd op een kantoor of hij hierbij aanwezig kon zijn. Dat we daarmee werd ingestemd en we hebben contact met elkaar gehad. En hij is hier ook, maar we meenden ook dat dan de andere raadsleden die nauw verbonden zijn met Bredevoort hier ook aanwezig horen te zijn. Dat is de heer Wessels en dat is de heer Wikkering. Er is heel veel reuring in Bredevoort. En vanuit de bevolking is... Mag ik spontaan afstellen? Is dat publieke tribune? Of? Nee, ik maak het helemaal duidelijk. Dank u. Er is vanuit de bevolking een initiatief ontstaan voor een handtekeningenactie. Ik heb daar uw collega, mevrouw Liggers, over geïnformeerd. Dat u niet voor verrassingen komt te staan. De initiatiefnemers, daarvan zijn mevrouw Van Tol en de heer Koot. En de heer De Loo, die achter de pilaar verscholen is. En ik zou ze graag even het woord willen geven. Dank u. Neem ik graag even het woord namens de initiatiefnemers. Geachte aanwezigen, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de Rabobank Achterhoek Oost. Uw leuze, samen sterk, geldt ook voor de Bredevoortse bevolking. En daarom bieden wij u hierbij 790 handtekeningen aan. Met deze handtekeningen hebben we de Bredevoortse bevolking een stem en een uitlaatklep gegeven om hun onbegrip en teleurstelling te laten horen. We hebben geen enkele moeite hoeven doen om dit aantal bij elkaar te krijgen. We hebben niet met de lijsten door Bredevoort gelopen, nergens aangebeld. Alleen al het ophangen van een papier volstond. Binnen 7 dagen was dit aantal bereikt. De inwoners kwamen zelf naar de markt om hun handtekening te zetten. De Rabobank en daarvoor de Boerenleenbank heeft al generaties lang een plek in Bredevoort. Al die jaren heeft u hier vele klanten. Een pinautomaat is de laatste tastbare aanwezigheid van uw bank hier in Bredevoort. Juist die vele klanten door de generaties heen moeten voor u een morele verplichting betekenen. Een basisvoorziening als een pinautomaat hier op deze locatie in het hart van Bredevoort te handhaven. Niet alleen voor de oudere bewoners of mensen met een beperking, maar zeker ook voor de toeristische bezoekers. De Achterhoek is een krimpgebied en juist nu wordt er onder andere door mevrouw Spies hard aan getrokken ons gebied te helpen. Toerisme is daarbij een van de speerpunten en het kan toch niet zo zijn dat juist nu een belangrijke voorziening voor deze toerist gaat verdwijnen. De Rabobank heeft, naar onze mening, alle belang bij het bestrijden van de leegloop
een gezond bedrijfsleven en goede toeristische voorzieningen. Met deze handtekeningen doen we een dringend beroep op u en willen mede de argumenten die de BB ongetwijfeld, dus Bredevoorts Belang, ongetwijfeld hier vanavond ook ter tafel zal brengen, ondersteunen en extra kracht geven. Namens de Bredevoortse bevolking houdt onze pinautomaat op de markt. Dank u wel. Zou ik het nu de handtekeningen overhandigen? Alsjeblieft. Dank u wel. Tekst, de uitgebreidere tekst, dit is de samenvatting, dit is de uitgebreide tekst met argumenten. Ja. Dat u daar de hele dag later bij gehad. Ja, ja. En dit zijn de originele handtekeningen. Bovenop de laatste twee die we nog net even van het prikbord net gehaald hebben. En bij elkaar dus 790. Okay. Dus dat zijn er toch, ik geloof dat breed wordt in de kern, 800 mensen zitten een paar bezoekers bij. Oh, ja, goed dan. Hartelijk dank in ieder geval. Dus een hier mooie envelop om kijk. Iets te doen. We hebben er heel weinig van. Ja, ja, ja. Maar spaart weer. Voor de zeker. Dank u wel. Nou, dank u wel voor uw initiatief. U bedankt dat we in de gelegenheid gesteld werden. Ja, we hebben van meet af aan gezegd eigenlijk, we moeten de kop bij elkaar steken. Om het maar oneerbiedig te zeggen. In het belang van Bredevoort. Mooie taak. En nu de heer vanavond. Hartelijk dank. Succes.